Hele goede middag op deze woensdag. Het is 27 november. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb wat nieuwe make-up getest. Ik ben met een highlighter bezig. Een nieuw make-up oogschaduwpaletten. Ik heb een nieuw kleurtje lipstick op. Tja, dat was eigenlijk allemaal wel leuk. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb Paleis voor de Prikkie gekeken. En Home Alone. En natuurlijk Lee en Rex. Mickey Mouse, op met dat wilde gedrag alsjeblieft. Die heeft al een paar dagen een wilde bui. Echt het gons door haar hoofd en ze gaat alle kanten op. Echt super vervelend. Ik moet om 3:15 boodschappen doen. Dus ik ga zo even de woonkamer doen. Dan kan ik alleen niet aan de vlog vanmiddag. Ik ben gisteren al wel begonnen, dus doe ik vanavond tussendoor. Maar je hebt vanavond ook Ajax. Dus dan moet ik even in de reclames een beetje verder daarmee gaan. Voor de rest, ik heb last van een kriebel in mijn keel. Ik moet zeggen, het gaat nu even rustig, maar het was gisteravond heel erg. En vannacht had ik er ook heel erg last van. Ik heb ook niet top geslapen, want het inslapen wil niet zo heel erg goed. En doorslapen zat er ook niet echt lekker in, want ik hoor buiten al een paar dagen hele harde geluiden. Ik weet niet wat het is, dus dat gaat allemaal even niet zo top. Maar goed, ik ga nu eventjes gouden woonkamer doen, want dan ben ik klaar voordat ik boodschappen moet doen. En dat zou wel heel erg lekker wezen. Ik ga nu er gewoon bij zitten. Zo, het is nog geen 3:30 en ik ben klaar. Mijn woonkamer is weer helemaal schoon. Dus ik kan nog even aan de vlog zitten. Kan ik toch nog even iets doen en dan straks even boodschappen doen. Ik zit nu even op de bank met de laptop, want ik had even geen zin om aan tafel te zitten. Dus ik ga het gewoon even hier doen. En dan straks even boodschappen doen. Volgens mij heb ik een wimperhaartje. Of een gewoon haartje. Ik heb altijd heel erg veel last van die babyhaartjes hier. Dat is echt super irritant. Eigenlijk moet je daar gewoon een laag haarlak overheen doen. Maar daar heb ik vaak geen zin in. Dus ik ga dat even doen. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben van de boodschappen. Dan ga ik eens even kijken of ik nog even wat verder kan met de vlog. Ik ben terug van de boodschappen. Die zal ik jullie even laten zien. Ik zal jullie even wat omhoog draaien. Want het is niet heel erg comfortabel en flexibel. En weet ik veel wat allemaal. Ik was even bij Aldi. Daar heb ik zes cubes gekocht. Ik haal vaak zo'n 6 pak. Want er zitten gewoon 6 kleine zakjes in. En als ik een hele zak haal, dat gaat bij mij over de datum. Want dat wordt niet lekker. Want ik eet gewoon te weinig chips hiervoor. Oh, trouwens. Ik heb niet heel veel met de vlog mee kunnen doen. Dus ik moet nu nog verder bij zaterdag. Dus ik ben tot vrijdag gekomen. Ik heb ook een kersttrui gekocht bij de Aldi. Ik heb een S'je. En ik heb deze. En die vond ik wel grappig. Ik heb één kersttrui. Ik dacht, nou, ik vind het wel leuk om er één bij te hebben. Dan kan ik voor allebei de dagen kersttrui aan. Ik heb even een grote schnitzel gehaald. Ik heb altijd de varkensvariant. Ik heb ook de kipvariant. Ik vind de varkens lekkerst. Oh ja, wat ik ook nog had, dat was eventjes wasverzachter. Die hadden ze nu 2 voor 3,50. En ik heb Bright Couture. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En ik heb er nog één. En dat is deze. Dat is de Rose Chic. En die past dan weer bij... Ik had laatst bij de Boni had ik van die tabs gehaald. Die passen, dat was ook van deze. Van die wastabs. En dat past deze dan weer bij. Bij de Boni heb ik even boontjes gehaald. Want die waren daar in de aanbieding. Dus die heb ik ook. Spekjes heb ik nu bij de Plus gehaald. Want Lidl had ze niet helaas. Dus ja, maar eventjes die. Die waren allemaal op. Wat heb ik nog meer? Ik heb eventjes voor mijn keel antifloes gehaald. Mijn opa die had die vroeger altijd al. En ja, dit zijn gewoon keelpastilles. En ze zijn ook nog eens lekker. Dus ik dacht, nou weet je, voor de kriebel. Ik heb even chudelans gehaald. En ook even appelsap. Dat. Ik heb
schoonmaakazijn gehaald. Ja, ik maak ik dweil hier altijd mee. Aardappelschijfjes. Ik heb voer gehaald. Ik heb eventjes weer zo van die doekjes. Broccolietje. Frietsaus. Dan heb ik desinfectiegel, want ik vind het altijd heel fijn om bij me te hebben. En volgens mij is dit, kom gewoon van de Lidl vandaan. En ik wil dit altijd in mijn tas hebben, want ja, je weet het nooit. Slavinken. Scheerschuim. Pedaalemmerzakjes. Ik had eventjes lippenbalsems gehaald. Ik heb de Shiny Pearl. Ik had het fijn om één in mijn tas over te steken. Ik heb chocomel. En ik heb even rutblessertje gehaald. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik straks even douchen naar de wc en zo. Want ik ben niet helemaal lekker in mijn buik. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga nu verder niks meer doen. Vanavond ga ik de vlog afmaken. Ajax kijken. En ook nog andere programma's. Ik kijk maar op meerdere schermen. Het perfecte plaatje. En ik denk even verslaafd. En wat ga ik nog meer doen? Oh ja, ik ga een blogpost schrijven en een vlog dus afmaken. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 28 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb, voor mijn gevoel klink ik heel erg verrot. Ik weet niet of jullie het merken. Ik heb heel erg last van mijn keel nog steeds. Ik werd vanochtend een keer heel vroeg wakker. Ik moest naar de wc. Ik moet eventjes dit checken, want ik heb een melding van PostNL. En wij horen wat in de gang. Even kijken hoor. Dat ik een zere keel had, dat ik dacht... Bah, wat hoor ik? Dat ik heel even bang was dat er een ontsteking op zou treden. Nou, en 9 van de 10 keer als ik een keelontsteking krijg... is dat niet zonder antibiotica te behandelen. Ik heb in mijn leven een aantal keer keelontsteking gehad. En altijd heb ik nog antibiotica moeten hebben. De laatste keer was 3 jaar geleden. Ik klop het wel even af. Want dit is, dat is gewoon verschrikkelijk. En toen zei ze ook van... ja, jij hebt nu weer net een keelontsteking die wel antibiotica nodig hebt. Want sommige die gaan dus... die worden wel behandeld zonder antibiotica, gaan ze weg. Maar dat was bij mij dus niet het geval. Dus daar was ik een beetje bang voor. Nou, toen eigenlijk wel weer in slaap gevallen. Ik sliep wel een beetje onrustig, want ze kwamen een pakketje bezorgen. Niks spannend hoor, gewoon met T-Mobile pakket. Want die wordt volgende week vrijdag aangesloten. Maar er stond er in de PostNL app. Voor deze zending is een handtekening vereist. Dus ik zat te wachten. Zou het dus 5:30, 5:30, 4 komen. Dus ik hoopte al dat ze een beetje betijd zou zijn. Ik zag toevallig gisteren hier in de straat rond 2:30 de PostNL bus staan. Die gewoon ergens moest wezen. Dus ik hoopte al heel vurig van... nou, misschien is die gewoon om 2:30 weer. En dan kan ik daarna gewoon weer dingen doen. Want ik wil een video opnemen. Ik wil van mijn plankje hangen. En eigenlijk liefst nog wat in mijn bullet journal doen. Dus... maar toen werd hij dus net bezorgd en ik hoefde helemaal niet te tekenen. Dus ik heb het pakket wel binnen, maar ik hoefde dus niet te tekenen. En normaal vind ik het niet zo erg als ik weet dat er een pakket komt. Want als ik niet hoef te tekenen, zetten ze hem heel vaak bij mij gewoon voor de deur neer. Want hij er gewoon prima staat, weet je wel. Het is allemaal overkapt. Je wordt niet nat, het wordt niet nat. Dus niemand die het zomaar meeneemt. Want als je niks bij mij voor te zoeken hebt, kom je ook niet boven. Nou ja, je kan er boven lopen, maar waarom zou je dat doen? Maar dat vond ik wel een beetje gek. Ja, ze komen dat dus volgende week aansluiten. En ja, ik baal er gewoon een beetje van. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Kost je €65 voor iets wat je zelf gewoon kan. Maar je hebt die keuze dus gewoon niet meer. En ik zei ook van ja, ik vind het leuk dat je het aan wil komen sluiten. Ik zeg maar ja, ik kan dat eigenlijk prima zelf. Ja, maar ja, goed. Dat is nu gewoon eenmaal de regel dat ze niet in de weg gaan voordat alles werkt. Oké, nou ja, vooruit dan maar. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken en verslaafd, die vond ik wel heftig. En Klee en Rex. En vanavond begin ik dan met Rex weer op YouTube en dan ga ik naar het seizoen waar dus weer nieuwe baasjes komen. Dus weer nieuwe mensen. Dus dat gaan we vanavond zien, dat zal ik jullie morgen meer over vertellen. Ik ga even stofzuigen, dan ga ik even een video opnemen en dan ga ik straks eventjes... het plankje ophangen. En dan ga ik jullie gewoon even bijzetten. Maar eerst maar even stofzuigen en zo. En soms dan even een lekkere
antivloedje nemen, want dat doet me wel goed. Dus dat is, ga ik nu eventjes doen. Oké, tijd voor deze klus. Maar wat ik één nadeel vind, is dat die gaatjes van IKEA zo gigantisch klein zijn. Die kun je dus niet met een potlood in of zo. Dus als IKEA iets mag verbeteren, zijn die gaatjes. Ik ga het even aftekenen. Dan ga ik het eventjes proberen op te hangen. Ik denk dat ik het gewoon eventjes eerst een schroef erin ga draaien. Want het gaat horen, want anders zie ik het niet gebeuren als ik eerlijk ben. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb alles wel weer gedaan wat ik moest doen. De katten zijn nu even aan het eten. Nog wel even lekker wat gekleurd, maar niet heel lang. Want het duurde weer iets langer met het plankje als dat ik in gedachten had. Ik zal hem jullie zo even laten zien als de katten uitgegeten zijn. Ik viel weer even mijn telefoon, maar mijn camera was al leeg. Maar ik had natuurlijk ook video opgenomen, dus dan gaat het ook iets harder. Net weer zo'n pilsnoepje op. Ik voel ook wel dat het los zit, want ik had dat toen ik uit bed kwam, toen had ik een paar keer dat het gewoon los kwam. En eigenlijk moet je het ook gewoon uitspugen natuurlijk. Je moet het eigenlijk niet meer doorslikken, want wat je kwijt bent mee kwijt, is gewoon slijmvast. Het regent ook weer inmiddels. Kijk of hier al... Jouw kleermuis! Is goed? Nee, je hebt nog een paar blokjes. Kom eens, je hebt nog een paar. Nu trouwens ook weer in een nieuw boek begonnen. En dat is de Gevaarlijke Liefdeserie. En deel 1 had ik heel lang geleden al gelezen. En ik zat al te kijken naar deel 2 en deel 3. Want het waren 3 boeken. Want het gaat over 3 broers. Dus elke broer komt een keer aan bod. Dus ja, deel 1 die heb ik nou heel lang geleden een keer uitgelezen. Dat zou ik in mijn bullet journal moeten opzoeken. Want ik heb hem wel dit jaar gelezen. Dus goed, staat hij daarin vermeld. En nu was ik dus, had ik deel 2, was ik ook heel snel erheen. Maar nu deel 3, die vind ik een beetje vreemd. Want hij ontvoert een meisje en ik weet hoe het komt. Ik kom er zo even op terug. Ik ga eerst even naar het plankje. Het geurtje staat nu even hier op de grond. Die ga ik morgen weer opruimen. Zie, die bovenste is het. Dus ja, wel weer blij mee. Het zijn wel 3 verschillende maten, maar ach, maakt niet uit. Morgen zien jullie het nog wat beter. Het is met de telefoon een beetje lastig. Maar goed, even terugkomend op dat boek. Het gaat een beetje over een criminele familie. En die eerste 2 broers die zijn er nu dus uitgestapt voor de liefde. En nu stond broer 3 er alleen voor met zijn vader. En dat ging allemaal niet zo goed. Want die tweede broer die was het allemaal nog wel een beetje aan het legaliseren. De dingen die ze deden. Maar die derde broer die heeft er een beetje een zooitje van gemaakt. En nu heeft een rechercheur die man dus opgepakt. En hij was helemaal blij, want ze konden met pensioen. Maar nu heeft hij zijn stiefdochter dus ontvoerd, die zoon. Ja, het is gewoon heel erg vreemd. Ik weet ook niet hoe ze hier een wending aan gaan draaien. Ik weet niet of hier een liefdesrelatie uit voort kan komen. Lijkt mij sterk als je daar wordt ontvoerd, dat je een liefdesrelatie met je ontvoerde krijgt. Maar ik ga het meemaken. Ik vertel jullie er wel meer over als ik het boek uit heb. Want ik ben echt net pas begonnen. Hij heeft 224 bladzijden, geloof ik. Dus ja, ik ben nu pas bij de. Ik heb nu pas de eerste 50 gehad. Dus er valt er niet zo heel veel zin als over te zeggen. Alleen dat. Ik ga nu nog even lekker chillen. Vanavond kijk ik De Handhavers en meester Frank Visser. Ik had heel erg getwijfeld of ik een soepje zou gaan maken. Maar het voelt nu wel iets beter met mijn keel. Dus ik ga gewoon eten maken wat ik in gedachten heb. Denk ik nou morgen. Nou, dit wordt hem niet. Dan kan ik altijd nog een soepje maken. Want ik heb gewoon spullen in huis. Dus. Ja, en ik kijk vanavond Glee en Rex en ik moet foto's bewerken. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 29 november. Oftewel Black Friday. Ik ben klaargemaakt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie nog aankopers hebben gedaan op Black Friday. Ik heb 1 ding gekocht en dat is een nieuw fondue pannetje. Ik zal hem eventjes opzoeken.
Ik zag deze staan in de folder van de Lidl. Ik heb nu een fonduepannetje, die is al zeker 6 jaar oud. En vorig jaar... Wacht even hoor, ik zoek even in mijn mail naar de bevestiging. Heb ik die met kerst gebruikt? Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Of... Ik ga hem zo even opzoeken. En toen werd hij al niet meer zo heel erg warm. Toen zei mijn moeder ook van ja joh, weet je, dan kan je hem beter even opwarmen op het vuur. Nou, daar had ik op dat moment niet aan gedacht, want dan vond ik het pannetje, die warm je normaal op, zeg maar, op een onderstel. En mijn moeder doet hem dus altijd op het gas zet, maakt ze hem alvast warm. Nou, daar had ik niet aan gedacht en ik kreeg hem ook niet meer zo heel erg goed schoon. Dus ik dacht, ja, weet je, het is gewoon niet zo heel erg fijn. En dit is het fonduepannetje. En ik geloof niet dat jullie dit lekker kunnen zien. Ik zal anders wel even een plaatje hierboven in beeld brengen. Ik ga eventjes ook een... Ik zal even een screenshot maken. Want ik zie ook dat hij nu is uitverkocht. Hij was 9 euro. En toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk wel goed. Het is gelijk ook een mini friteuzetje en fonduepannetje in één. En ik dacht, ja, weet je, het is gewoon fijn... Om gewoon weer een goeie te hebben. En dan kan ik met kerst lekker gaan fondueën. Wat ik gewoon ook heel erg lekker vind. Maar ja, omdat die andere gewoon... Het duurde zo lang voordat ik kon eten toen. En voordat het allemaal een beetje goed doorliep. Toen dacht ik van nou, dit is gewoon niet zo heel handig meer. Toen had ik al zoiets van nou... Volgend jaar bij gezondheid moet ik gewoon eigenlijk een nieuwe kopen. En diegene die ik nu heb, die komt bij de Action vandaan. Maar ik weet ook niet of Action die momenteel nog heeft. Fonduepannetjes, want het assortiment is zo wisselend. Ja, en ik ga binnenkort toch wel weer een keer naar de Action. Maar ja, dan heb je kans dat ik geen fonduepannetje heb. Ja, deze was nu maar 9 euro. En dan komen er geloof ik 3 euro verzendkosten bij. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga hem gewoon lekker bij Lidl bestellen. Alleen deze aanbieding die gold al vanaf afgelopen maandag. En toen ging ik dus dinsdag kijken. En toen was hij dus ook al uitverkocht. Toen had ik me wel aangemeld voor, dan krijg je een berichtje zodra het product terug op voorraad is. Nou, het berichtje heb ik niet gehad. Maar er stond wel bij het pannetje zelf vanaf... 29 november om 12 uur is hij weer op voorraad. Dat was dus vannacht, dus toen heb ik hem besteld. Dus dat is eigenlijk mijn aankoopje. Ik heb net mijn bril schoongemaakt, maar ik zie nog wat vlekken. Oh, hij is heel vlekkerig. Ik ga even mijn doekje halen. Zoals je kan horen is de verkoudheid toegeslagen. Ik ben echt nu nog meer verkouden geworden. Dus dat is minder prettig. Gisteravond heb ik gekeken naar de handhaver. Dus ik zet jullie trouwens even op tafel zodat ik die bril even kan poetsen hoor. En meester Frank Visser. En daarna heb ik ook nog smeres gekeken. Want ik moet nu doorkijken. Want sowieso 5 december moet ik alles afgekeken hebben. Omdat 6 december krijg ik dus mijn nieuwe Telfort. En dan ben ik alle opnames kwijt die op deze schijf staan. Dus. Was trouwens nog een dingetje. Ik had jullie gisteren verteld over mijn pakketje van PostNL. Over die handtekening. En ik heb dan zo'n PostNL app. En die is super handig. Want dan krijg je dus een melding of er een pakketje voor je klaar staat. Of wat voor post je krijgt. Dus op een gegeven moment toen dat pakket bezorgd was. Kreeg ik dus een melding van uw pakket is succesvol bezorgd. Maar omdat ik een beetje in mijn maag zat met die handtekening. Ging ik toch even kijken. En waar kwam ik achter? De bezorger heeft zelf een handtekening gezet voor mij. Terwijl ik had moeten tekenen. Dus ik was het daar niet helemaal mee eens. Dus ik had een Twitterbericht gestuurd naar PostNL. Van jongens, dit en dit is er gebeurd. Is dit een normale gang van zaken? Ik weet eigenlijk dat het gewoon helemaal niet hoort. Maar ik denk, ik ga het toch even vragen. Nee, dus ze hebben toch een klacht aangemaakt. Ja, ik vond het gewoon niet normaal, weet je. Ik weet gewoon dat het bij PostNL niet zo is dat je een target moet halen. Dat je zoveel pakketjes moet bezorgen. Of dat je per pakketje betaald krijgt. Wat kan het zijn geweest dat ze hebben gedacht, nou weet je wat, als diegene er dan niet is, dan kan ik in ieder geval het pakket voor de deur neerzetten. Maar ik deed gewoon open, dus ik had gewoon kunnen tekenen. Dus, nou ja, goed, dat was gewoon niet helemaal netjes. Gisteravond, nadat die programma's die ik dus net noemde, heb ik ook nog Glee gekeken en Rex. Ja, en dat vond ik niet zo leuk. Nee, terwijl ik echt heel erg dol ben op commissaris Rex, vond ik dit niet zo leuk.
Waarom niet? Ik ben nu dus bij het seizoen dat Rex ineens twee baardjes krijgt. Dat heb ik vorige week uitgelegd dat dat zou gaan beginnen. Dat ik dus gisteravond daar een aflevering van zou gaan kijken. Maar die wordt helemaal niet teruggerefereerd. Wat is er met Alex Brandner gebeurd? Waarom is hij weg? Totaal niet. Echt, je weet niet eens van wie Rex nu is. Ja, hij schijnt van twee baasjes te zijn. De man en de vrouw. Nou, ik vond het geen succes. Kijk, ik ga het nog wel weer een kans geven. Ik ga nog wel verder kijken. Maar ik vind dit wel de minste seizoenen die er is. Ik ben ook wel heel erg overbelicht trouwens, zie ik. Zo, even iets beter. Ik heb even de licht aangepast. Nee, ik vond dit gewoon niet zo leuk. Ik kwam er moeilijk in. Ik had toch graag weten van, hè, wat is er gebeurd met zijn vorige eigenaar. Want vooral omdat je zag dat Rex toen, weet je, toen Mozer doodging, je had gewoon een... Het liep gewoon allemaal goed op elkaar door. Je wist gewoon, er moet een nieuw iemand komen die Rex weer onder zijn hoede gaat nemen. Nou, die kwam. Maar bij dit, je hebt gewoon een open einde. Hij is weg, hij is footsie en... Waar is hij gebleven? Joost mag het weten. Je komt er gewoon niet achter. En wat ik dus nu achterkwam is dat ze bij de serie gewoon een hele andere opstelling wilden maken. Maar ik vind het dus helemaal niks. Ik denk ook dat het daarom nog niet zo heel lang mee heeft doorgelopen. Het is gewoon niet zo leuk. Maar goed, we gaan het wel weer verder zien. Ik hoor weer van alles. Oh, iemand gaat draaien. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik ga zo even mijn kaartje legen, want die zit vrij vol. Dan kan ik ondertussen even stofzuigen. Dan ga ik daarna lekker de slaapkamer doen. Dan kan ik ook mijn nieuwe plankje gaan inrichten. Even alle stof lekker weg. Ik ga ook even gehakt uit de vriezer halen. Want ja, zoals je hoort klink ik niet zo lekker. Mijn verkoudheid is toegeslagen. Mijn keel doet nog zeer. Ik ben nu lekker verkouden en zo. Ga ik gewoon even vanavond lekker soepje maken. Ik heb niet zo zin om te koken. Kan ik gewoon lekker soepje en dan lekker relaxed. Dus, ik ga eventjes die dingetjes doen. Ik moet eigenlijk ook nog even een wasje aanzetten. Dat is eigenlijk ook wel even een goed idee. Deze zal wel droog zijn. Dan kunnen mijn witte handdoeken er even in. En ja, ik denk dat ik dat gewoon even ga doen. Dan ga ik jullie erbij zetten als ik de slaapkamer ga doen. Zo, de plankjes zijn ingericht en je ziet het niet zo heel goed, maar ik heb ze nu alle geurtjes erop staan, dus daar ben ik blij mee. Ik ben nu ook klaar. Ik kan lekker zo gaan chillen. Mijn wasje draait nog. Dus de katten hebben net gegeten. Alles is weer gelukt, dat is wel prettig. Ik kon alleen mijn gehakt nog niet draaien, want dat is nog niet door, dus dat moet straks even. Ik ga nu verder niks meer doen, even relaxen. Verkoudheid is gewoon irritant. En vanavond ga ik wat programma's terugkijken. Ik wil sowieso nog even Smeerders kijken. Ik denk even De Sleutel, want dat vind ik. Ik wil gewoon even weten hoe het afgelopen is. Ja, en Glee. En we gaan toch nog een poging wagen met Rex. En ik moet nog een video in elkaar zetten en ook nog een artikel schrijven. Dus wat dat betreft ben ik nog wel even bezig vanavond, maar dat geeft niet. Ik ga nu in ieder geval eventjes nog lekker relaxen. Ik ben blij dat ik weer een schone slaapkamer heb. Lekker schoon bedje. Daar word ik wel blij van. Ik ga jullie dan morgen ook gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even relaxen. Even een beetje rustig aan. Omdat ik nu mijn keel weer wat meer voel. En dan straks even mijn soepballetje draaien. Zodat ik een soepje kan maken. Dus ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen. Ik zie jullie morgen weer.
Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 30 november. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog wat op mijn lippen. Maar ik ga zo weg. Dat vertel ik zo. Ik vier vandaag mijn eigen feestje. Waarom vier ik mijn eigen feestje? Ik vier dat ik 3 jaar vrijgezel ben. En dan kun je je afvragen, moet je dat vieren? Want normaal vier je het als je bij elkaar bent. En jij viert een feestje omdat je 3 jaar vrijgezel bent. Ja, gewoon denk ik omdat ik me nu sterker dan ooit voel. Het nummer van Thomas Agda en Nick Schilder slaat nu compleet op mij. Als ik dat nummer nu hoor, dan denk ik, ja, zo voel ik mij nu. Toen dit allemaal net gebeurde, 3 jaar geleden, voelde ik me totaal niet zo. Ik zat in een diep dal. Ik dacht, dit ga ik nooit overleven. Hoe overleef je een gebroken hart? Maar ik heb geleerd dat het hield. Ik heb echt wel 3 kwart jaar erover moeten doen. Alles was ineens voor het eerst. Het was een paar weken voor kerst dat je ineens alleen komt te staan. Ik woonde toen nog noodgedwongen samen met mijn ex. Wat gewoon geen gezonde situatie is. Maar door de huizenproblemen kon dat niet anders. En je voelt je... Maar ja, het was gewoon verschrikkelijk. Laat ik dat gewoon voorop stellen. Maar na 3 kwart jaar klom ik wel een beetje weer uit het dal. Ik leerde ook nieuwe mensen kennen. En die een beetje hetzelfde, zeg maar, op dat moment in hetzelfde schuitje zaten. Waardoor ik dacht van, ik weet hoe jij je voelt. Dat je een band hebt, dat je erover kunt praten. Af en toe kan ik nog steeds frustraties hebben, absoluut, over dingen die gebeurd zijn. Maar ondanks dat voel ik me nu sterker alleen. Want dat was iets wat ik heel eng vond. Alleen wonen, alleen zijn, 's avonds alleen zijn. Ik vond het verschrikkelijk en nu het doet me niks meer. Dus wat dat betreft ben ik er sterker uitgekomen en vandaar dat ik het ook vier. En ja, dat is vanavond gewoon even lekker een drankje. En gewoon lekker op de bank met een drankje. En ja, ik ga lekker eten bestellen. Dus dat is een beetje mijn eigen feestje. Waarom ga ik zo weg? Ik werd wakker gebeld, of wakker eigenlijk van mijn appjes. Nathalie die appte van, kun je mij terugbellen? Het is belangrijk. Dus ik belde op. Ze gaat een camera kopen of ik mee wilde. Nou, ik wilde wel mee. Dus mijn vader kon me zo ophalen en dan gaan we naar de stad. Dus vandaar dat ik vandaag niet... Nou ja, ik denk dat ik niet heel laat thuis ben hoor. Maar vandaar dat ik vandaag dus een deeltje weg ben. Ik ga de camera gewoon meenemen, maar dat kwam ook even onverwacht. Dus ik kan niet echt de dingen doen. Ik had niet echt een planning hoor. Ik wilde eigenlijk gewoon even bullet journalen en mijn was opruimen. Maar dat wordt hem dus nu niet. Maar goed, eventjes eruit is misschien ook wel goed. Ik ben natuurlijk snotverkouden. Misschien eventjes wat frisse lucht is ook wel goed. Want dat krijg ik natuurlijk niet heel veel. Ik bedoel, die paar minuten dat ik naar de brievenbus loop, is het ook niet. Ik word een beetje rot gespamd hier. Dus daarom ga ik zo meteen weg. Maar ik ga de camera dus meenemen. Gisteravond is er nog wat vreemds gebeurd. Ik had namelijk de lampjes aangedaan. En dat lampje in de hoek die was al kapot, dacht ik. Maar toen ging ik boven kijken. Toen dacht ik, oh, ik heb alleen geen ander lampje. Want ik had alleen mijn lampen met een grote fitting. En het was natuurlijk een kleine fitting. Ik denk, nou ja, is even niet anders. Dan moet ik eventjes weer een nieuw lampje gaan kopen als ik bij de winkel kom. En ik heb gedoucht, ik zit op de bank en ineens mijn hele huiskamer is donker. Want alle lampen vallen uit, alles valt uit, mijn televisie, alles. Ik denk, shit, wat is dit? Ik loop naar de meterkast. Alle stoppen staan gewoon goed. Ik had nog licht in de douche, de slaapkamer en in de keuken en boven. Dus ik dacht, wat is dit? Dus ik iedereen gebeld, mijn ouders gebeld. Joh, ik heb dit en dit, ik weet niet wat ik moet doen. Dit was dus een dingetje waarvan ik dacht, oh ja, shit, ik ben alleen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zit ik net mijn hele betoog te houden dat ik nu sterker ben dan ooit. Maar dat was even een naar dingetje. Dat vond ik echt niet leuk. En ik raakte toch een beetje in paniek. Nou, uiteindelijk van alles gecheckt. Ik met Liander gebeld. Ik zei dit en dit. Ja, wij hebben geen storing. Dus je krijgt van ons een stappenplan. En dan moet u het maar mee doen. Want ja, er is bij ons niks aan de hand. Nou, ik dat stappenplan doorgelopen. Het hielp niet. Ik weer met mijn ouders gebeld. Ik zeg, joh, ja, ik heb dit stappenplan, maar het helpt niet. Ik was er een beetje klaar mee. Dus ik weer Lianne gebeld. Ik zeg, ja, ik heb jullie net ook al gebeld. Ik zeg, ik krijg leuk voor jullie stappenplan. Ik zeg, maar het helpt helemaal niet, want ik zit nog steeds in het donker. Ja, nou, dan moet je maar met de verhuurder bellen. Want
Bij ons zit er gewoon geen probleem, dus wij gaan niemand sturen. Ik zeg, ja, ik zeg, mijn woningbouw zit dicht. Het is vrijdagavond, het is 7 uur. Ik zeg, hoe dan? Ja, maar dit is wel een spoednummer. Dus ik had dat spoednummer gebeld, maar die was dus niet bereikbaar. Die was dus niet beschikbaar, want het was een ander nummer geworden. Nou, ik weer mijn ouders gebeld. En uiteindelijk kwam ik erachter dat mijn... Ik heb wat verlengsnoeren liggen, dat één verlengsnoer kapot was. En dat ik daarom in het donker zat. Dus daarna had ik weer stroom. Het was heel erg prettig, maar het was niet fijn. Je hele avond loopt een beetje anders. Ik was super laat met eten. Ik had natuurlijk wel een soepje. Mijn moeder zei al, ja, ga even maar eten. Ik zei, nee, ik heb geen honger meer. Ik kan nu toch niet eten, want ik wil eerst stroom. En ja, nou, gedoe, ellende, bah. Dat was eventjes mijn avond. Ik heb gisteravond de sleutel gekeken, vond ik heftig. Volgende week, of dinsdag de laatste. Ik heb, hoe heet het, gekeken? Smeres, Rex. Ah, ik moet nog steeds wennen hoor. En ik heb Klee gekeken, dus dat was het eigenlijk. En ik had een Jillsje gedronken, dus. Ik ga even hier stofzuigen, want ik krijg straks telefoon als mijn vader erbij is. En dan moet ik ook die kant op. Ik heb mijn Barbie aan. Nathalie vindt het vreselijk. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb nu nog even mijn andere slof aan. Mijn nieuwe sloffen, die moet ik even maken, want er zit een gaatje aan de achterkant. Ik heb mijn Barbie trui aan, omdat ik natuurlijk verkouden ben. Daar heb ik gewoon een hemdje onder en mijn broek van de Lidl, waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben. Zo, de schoenen eronder, maar eerst even stofzuigen en even kijken welke tas ik meeneem. Want ik wil eigenlijk niet mijn hele zware tas meenemen, omdat ik dat de vorige keer niet zo fijn vond. Maar ik moet wel iets meenemen waar mijn camera in kan. Dus daar moet ik even over nadenken. Ga ik even mijn dingen doen en dan ga ik even jullie zo meteen meenemen als wij richting Nathalie gaan en richting de stad. Dus dat is even de planning. Ik ben weer thuis. Ik ben al een uurtje thuis ongeveer hoor. Ik heb ook al gegeten, want wij reden volgens mij rond 6:15 liever of 7 weg. Bij mijn zusje. En toen moest ik dus nog eten bestellen. Ik moet even dit appje beantwoorden.
En toen zei hij van, waar moet je dat dan bestellen? En hoe zit dat dan met thuisbezorging? Ik zeg, nou ja, bij mij in de woonplaats hebben ze gewoon niks wat ze, waar ze bezorgen. Dus het moet allemaal uit een andere woonplaats komen en het duurt vaak wel lang. Toen zei hij, ja, wat ga je dan bestellen? Ik zeg, ja, het worden gewoon 2 kindermenu's, want er is geen snackbar die bij mij bezorgt. Het zijn wel andere, het zijn meer soort, ja, andere restaurants, zeg maar, die wel frietjes hebben. Toen zei hij van, wil je het anders gewoon even bij de snackbar ophalen bij jou op de hoek? Dus ik had even in de auto gebeld en toen was het binnen 8 minuten klaar. Dus toen kon ik het gewoon gelijk ophalen en meenemen. En dan kon ik gewoon gelijk thuis eten, want mijn vader ging ook gelijk naar huis. Dus ik heb al lekker gegeten, ik heb nog mijn milkshake staan. En ja, Nathalie heeft een camera gekocht. En ik ook. Nou ja, mijn wens was al heel lang om een camera, een spiegelreflexcamera te hebben die kan filmen. Ik heb een spiegelreflexcamera die kan niet filmen. Heb ik heel veel plezier van gehad. En ik maak er nog steeds mijn foto's ook mee voor mijn blog. Alleen, ik merkte wel dat ik de laatste tijd wat meer kuren had. En ik vind het voor mijn YouTube-video's zou ik het heel fijn vinden om een spiegelreflexcamera te hebben die kan filmen. Nou, dus ik was gewoon een beetje aan het kijken. Ik dacht, kijk gewoon eens wat ze hebben. En toen hadden ze er eentje die eigenlijk wel in mijn straatje viel. Dus we hadden alles afgerekend. En toen kwamen we bij de auto, want we wilden kijken of er zonneklepjes bij zaten. En toen was dat doosje leeg van mij. Zo waren we teruggegaan naar de klantenservice. Ja, toen bleek het dus om een showmodel te gaan. Eerst had ik zoiets van, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Iedereen heeft er aangezet. Vind ik helemaal niet fijn. Maar we moesten nog even naar Apeldoorn, ook naar de Mediamarkt. Want ze hadden een paar dingen niet bij de Mediamarkt waar we waren. Dus toen moesten we daar nog even heen om die dingetjes te halen. Want ze zeiden dus bij die Mediamarkt, ja, maar dat hebben ze in Apeldoorn wel. Nou, uiteindelijk kwamen we in Apeldoorn, hadden ze die dingetjes ook niet die Nathalie nodig had. Dus, nou ja, goed. Daar hadden we vrede mee. En toen uiteindelijk zeiden we toch, oké, had ik hem nu maar gehouden. Dus uiteindelijk toch weer terug naar de ene Mediamarkt om die camera toch te halen. En toen had het vrouw uitgelegd en toen zei die man, nee, dat is niet netjes, want er zat dus geen sticker op de doos van, dit is een showmodel. Maar we hebben, en toen heeft hij me onnetjes opgepoetst. Nu heb ik een opgepoetste camera. Dit is hem geworden, de Nikon 5300. En mijn vader heeft hier ook lenzen voor. Ik krijg nog 1 lens van hem. Die zit gewoon een klein lensje bij. Ik heb er een geheugenkaartje bij en een nieuw statief van de Hama. Deze is iets steviger volgens mij als die ik heb. Want ik weet nu zelf niet welke ik heb, of dat ik deze al heb. Volgens mij staat dat er niet op. Ik denk dat ik ergens de doos nog wel heb. Maar deze, het is op zich gewoon dezelfde. Alleen deze heeft iets steviger poten. En dit is gewoon weer een goeie. Die ook gewoon weer mooi terug in de hoek kan in zijn hoes. Dus ja, dat was dat. Ik ga nu even lekker televisie kijken. Zometeen Pauls nummer 1 show ga ik kijken. Straks lekker koffie. Ik ga even een Apple Bandit pakken om koud te zetten. En dan, ja, vanavond nog Rex en Klee. Dus ja, het wordt gewoon een televisieavondje. Ik ga even kijken naar de camera. Maar dat was dus de dag. Het was heel gezellig. Heel gezellig middag. Dus vandaar dat ik ook helemaal niks heb gevlogd verder in huis. Omdat ik dus weg was. Ik was later thuis dan we hadden verwacht. Maar dat geeft niet. Ik ga jullie er morgen gewoon zien. Want ik ga nu lekker eventjes relaxen. En mijn haren zo kammen. En al die shit doen. Dus straks even koffie maken. Ik ga bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 1 december. Ik zit op de bank. Ik zie er niet uit. Het is zondag. Op zondag doe ik natuurlijk nooit mijn make-up. Ik moet nog aan het nagenieten van gisteren. Want het was echt heel gezellig. En ook spontaan. En vaak zijn spontane dingen ook nog super leuk. En dat was het nu ook. Dus ja, het was gewoon heel fijn. Gisteravond lekker een drankje gedronken natuurlijk. Omdat ik mijn soort minifeestje had. Dus ik had een Apple Bandit. Ik had daarna wel een beetje hoofdpijn. Maar dat komt ook door die verkoudheid. Ik moet eerst even trouwens vlees uit de vriezer halen. Ondertussen. Anders heb ik vanavond geen eten. Dus dat was heel fijn. Ik moet even zoeken. Ik zet jullie even hier. Ik moet even zoeken in deze chaos. Waar ik het heb gelaten. Nee, dit is warmer. Ik heb het gevonden.
Alleen even kijken of het dooi wordt. Want die gehaktdag was van de week ook niet dooi. Ja, mocht het niet dooi zijn, dan heb ik pech. Dan moet ik wat anders bedenken. Ik dacht, misschien is het leuk om zometeen even met jullie de camera een soort van te unboxen. Ik moet zeggen, hij zit nog niet meer heel netjes in de doosje. Want ik heb er gisteravond wel het een en het ander mee gedaan. Wat foto's gemaakt en even kijken hoe filmen en zo werkte. Ik ben gewoon te nieuwsgierig was, maar ik dacht, misschien is het wel even leuk voor jullie, voor mensen die het leuk vinden. Gisteravond heb ik Rex gekeken. Glee, ik heb de show van Paul de Leeuw gekeken. En komt een man bij de dokter. Het was een hele nieuw seizoen. Het was een heel nieuw seizoen. Dat vond ik wel leuk om te kijken. En ik heb weer last van een buisje. Maar goed, die zal vanzelf rijp worden. Ik zal even de camera erbij pakken. Dan kan ik jullie even dat laten zien. Ik dacht, ja, weet je, ik blijf met... Ik dacht ook, weet je, dit is gewoon een investering ook voor YouTube en mijn blog. Want ik ga het natuurlijk straks gebruiken bij het foto's maken. Oh. En ja, dan kan ik mijn gewone zaterdagvideo's ga ik met deze camera filmen. En de foto's of de vlogs blijven met het cameraatje waar ik nu gewoon mee vlog. Dat die gewoon even wat lichter is en wat handiger. Ik zal even het statief pakken. Ik heb nog niet mijn nieuwe. Dus ik gebruik nog even de gammele. Maar die nieuwe die ga ik ook in gebruik nemen. Dan zullen we eens kunnen, zal ik jullie even wat meer vertellen over de camera. Oh. Even dat ding erop draaien. Het is al gewoon alweer december. Hoe snel gaat deze tijd? Het is gewoon bizar ook. Nou, deze zit erop. Zal je even omhoog draaien? Zo. Nou, allereerst heb ik hier het boekje. De gebruikershandleiding. Ik zei tegen Nathalie van misschien dat je bij de Action ook wel iets van een boekje nog tegenkomt over fotografie. Die heeft soms ook van die informatieboekjes. Kijk eens even, mochten ze hebben, laat het me weten. Kan ik ook een keer kijken. Dus allereerst gewoon de gebruikershandleiding die ik door moet nemen. En wat ik heel erg fijn vind is dat die gewoon compleet Nederlands is. Dus een heel dik boekje, maar hij is compleet Nederlands. Dan heb ik hier nog twee dingetjes voor de garantie. Die je kunt registreren. Ik moet hem eigenlijk ook nog even registreren op de site van Nikon. Er zit een schijfje bij. En ja, hij is ook voor mijn laptop. Dus dat is op zich wel handig. Dus misschien ga ik deze gewoon wel installeren. Gewoon even kijken. Ik had hier even de batterij, want die heb ik gisteren even opgeladen omdat ik er straks foto's wil mee gaan maken. Dus dat is gewoon de batterij en die gaat gewoon in een oplader. Dit is de oplader, je klikt hem er gewoon in. En hij is iets anders dan de oplader die ik bij mijn andere camera heb. Want deze die ga je gewoon rechtstreeks in het stopcontact doen. En die andere die zat aan een snoertje, maar deze gaat rechtstreeks erin. Dan heb ik kabels om hem eventueel aan je televisie te kunnen verbinden. Het kabeltje om de foto's naar je computer te importeren. De strap. Dit is gewoon zo'n strap die je om je nek kan doen. Die zal ik straks ook even bevestigen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat zit ook gelijk. Je had ook hele leuke straps bij de Action, maar deze zit er gewoon bij. Die kun je gewoon zo aanklikken en dan kun je hem gewoon om je nek doen. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dus straks even kijken hoe dat werkt, dat weet ik niet. Bij mijn andere camera zat hij er aan, maar die kwam ook gewoon van Marktplaats. Nou, dan heb ik hier mijn lensje. Oh, wacht even. Ik heb hier nog een stukje, die kun je op het kijkgaatje zetten. Voor het neusstukje noemen ze dit. Die zal ik straks even opdoen. Dan heb ik hier de lens. En hier zit nu een, even op het doosje kijken hoor, een 1855 VR lens bij. Er zit gewoon ook een net dopje op en ja, die kun je dus gewoon zo in en uitzoomen. Ik krijg van mijn vader een hele mooie lens. Moet ik even op het ding kijken, want hij had een foto gestuurd gisteren. Mijn vader heeft namelijk ook deze camera en
Maar hij gebruikt vooral de grote lenzen. Moet ik even kijken hoor, welke lens dat nou is. Ik krijg er eentje van 300 mm. Dus dat is deze lens van Tamron. Maar die laat ik zien als hij hem heeft gebracht. Als het goed is, zie ik mijn vader dinsdag. En misschien dat hij hem meebrengt, want we gaan eventjes licht maken. Ik heb natuurlijk van die lampen hangen bij mijn kaptafel. Maar die kan ik niet gebruiken, omdat ik daar geen stopcontacten heb. Dus we gaan eventjes iets bedenken waardoor ik dus daar ook lekker licht heb. Dat ik die lampen kan gebruiken. Dat moeten we met een verlengsnoer doen. Dus daar gaan we even naar kijken. En dan nu de camera zelf. Ik zal eventjes hem uitpakken. Dan zal ik hem eens even laten zien. Nou, hij zit goed verpakt. Dit is hem dan. Dit is de body. Je hebt hier een externe flitser op zitten. De knopjes zitten allemaal aan de rechterkant. De aan- en uitknop en de draaiknop om goed te zetten. Hier heb je wat knopjes voor het menu en zo. En hier heb je ook de opnameknop. En wat ik dus heel erg tof vind aan deze camera, is dat hij dus dit scherm zo heeft. En hij heeft dus een uitklapbaar scherm, waardoor ik dus als ik ga filmen hem zo neer kan zetten. En als je hem dan wilt gebruiken voor foto's, klap je hem zo in. Dan heb je dus een scherm. Ik wil even op AliExpress gaan kijken voor een beschermplaatje. Want ik zag dat ze die hadden heel goedkoop. Hier kan dat neusstukje op. Hier kun je een externe flitser opzetten en eventueel een externe microfoon. Zou ik in de toekomst graag willen voor mijn YouTube-video's. Ik weet nog niet precies wat alles is hoor, maar je kunt deze dus afdraaien. En dan komt hier je lens dus op. Dus dat is ook heel netjes. En als ik hem aanzet, ja, er zit nu geen batterij in natuurlijk. Die zal ik er even in doen. De batterij gaat hier gewoon in aan de onderkant. En muisje past niet in dit doosje. Daar ben jij te groot voor. Even kijken. Dat ik dit. Oh ja, kijk, daar komt hij. Er zit ook een pijltje op de batterij. Dus je weet precies hoe je hem erin moet steken. Klik ik hem dicht. Zet ik de camera aan. En dan is dit gewoon je beeld. Hij heeft nu natuurlijk geen objectief. En dan kun je hem gewoon helemaal instellen. Dus ik ga hier straks lekker mijn foto's mee maken. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het een goede investering. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Ik ga nu even stofzuigen. Dat moet ook gebeuren. En daarna ga ik even... wat ga ik doen? Foto's maken straks. Daar ga ik eventjes mee spelen. En ja, voor de rest eigenlijk wordt het niet heel erg bijzonder. Nee, gewoon een beetje basic. Maar vind ik ook wel lekker, aangezien ik niet helemaal fit ben door de verkoudheid en zo. Dat ga ik nu even doen. En ik denk niet dat er vandaag echt iets is wat ik erbij ga zetten. Ik ga even met de camera spelen. En dan, ja, zal ik binnenkort weer een keer laten zien als ik ook foto's maak. Maar omdat dit nu voor mij ook even nieuw is, wordt dat dan vandaag in ieder geval even niet. Dus dat ga ik eens eventjes allemaal doen. Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik heb net de foto's gemaakt, ben ik iets langer mee bezig geweest, maar dat is logisch, want ik was natuurlijk met de instellingen aan het spelen. Staat nog niet heel moeilijk van het, maar voor nu ben ik eigenlijk best wel tevreden hoe de foto's eruit zagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze geworden zijn. Ik heb natuurlijk al wat terug kunnen kijken op de camera, dus even kijken op de computer hoe het geworden is. En het is toch even iets waar ik nu mee aan de gang moet met de instellingen en zo. Voor mijn gevoel is het wel goed gegaan. Ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen. Ik heb de verwarming omhoog gedaan. Straks eten. Kijk vanavond even Studio Sport. Want Ajax heeft vanmiddag gespeeld. En dat heb ik niet gezien, want het was al heel vroeg. En voor de rest kijk ik vanavond Rex, Alberto Stegeman, Glee. En ik wil eigenlijk nog even een paar afleveringen van Smeris kijken. Dus ja, dat wordt een beetje mijn avond. En Keizersvrouwen. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu toch verder niks meer doen. En ja, ik ga het even rustig aan doen. Verkoud, het is gewoon vervelend. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 2 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje last van opgezette kleren. Ik ging net mijn make-up aanbrengen. En het doet hier ook gigantisch zeer. Deze kant ook heel erg.
Dus ja, dat is even minder. Maar dat was natuurlijk wel te verwachten omdat ik onwijs aan het hoesten ben. Het snotteren lijkt iets minder te zijn. Maar ik durf niks meer te zeggen. Want het kan zo natuurlijk weer opspelen. Dus ja, dat is een beetje vervelend. Tijgertje heeft een beetje last van krolsheid. En dat is karma is een bitch, leidt het wel. Want mijn oma die vroeg gisteren daar nog na. En toen zei ik van nou, het valt eigenlijk wel mee. Laat ik het wel afkloppen, maar het valt wel mee. Ik zag even een licht buiten, maar ze zijn die van zand aan het scheppen of zo. Dus vandaar ik even opstond. Ja, toen vannacht begon het ineens. Want toen in bed hoorde ik er zo keihard miauwen. Ik dacht, oh god, nee hè. Heb ik dit niet over mezelf afgeroepen? Maar, nou ja, ik weet het niet. Maar het is wel vervelend. Kijk het even aan. Mocht het echt niet gaan, dan kan ze een pilletje krijgen. Maar, ja, liever niet. Gisteravond heb ik Smeris gekeken. En Alberto Stegeman. Alleen dit was Stegeman op de Bres. En ik vind Undercover in Nederland net iets leuker. Dit ging nu gisteren over één oplichter. Die man die... Oh, ik hoor je allemaal rare geluiden. Bood onder andere telefoons aan. Dat ging om een iPhone X bijvoorbeeld. Nou, in de winkel kost dat ding nou. Die man die had het over iets in de 1000. Nou, laten we even €1100 aanhangen. Ik denk dat de prijs inmiddels al wat lager ligt. Omdat er weer nieuwere iPhones zijn uitgekomen. En die man kon die dan voor €550 aanbieden. Dus heel veel collega's van die... die man, zeg maar, die nu in het programma zat, die hadden gezegd, nou, dat wil ik wel. Die hadden allemaal netjes betaald. En het toestel was natuurlijk nooit geleverd. Dus die kerel die dat aan die collega's had doorgegeven, die werd ook een beetje met de nek aangekeken van, hallo, jij bent nu ook een oplichter. Want ja, we hebben het van jou gehoord. En door jou zijn we nu vet veel geld kwijt. Nou, uiteindelijk was dat geloof ik wel weer redelijk oké. Tussen die mensen. Maar die man zelf die ging trouwen. Hè? Die oplichter die kon hem ook wel een hele mooie auto aanbieden. Nou, daar was natuurlijk ook geld voor betaald. En die auto is natuurlijk nooit geleverd. Dus uiteindelijk, hij is al bij de brandweer. Is hij gewoon in een brandweerwagen getrouwd. Maar het is natuurlijk wel vet lullig als je zoveel geld kwijtraakt. Ja, dan denk ik ook wel met zo'n iPhone. Ik denk ook als het te mooi klinkt om waar te zijn. Is dat het vaak ook zo. Nou ja, in dit geval wijst het dus uit. Dat het gewoon te mooi was om waar te zijn. Dus ja, je vraagt je natuurlijk ook af als iemand voor zo'n laag bedrag een telefoon kan leveren. Van joh, is die dan niet van de vrachtwagen gekukeld? Althans, dat zou ik dan hebben. Daarna had ik Lee gekeken, ook nog. Dat was ook wel leuk, want ze stonden een beetje in teken van Britney Spears. Dus ze hebben nu wat meer thema's. Lady Gaga is al geweest, nu hadden ze Britney Spears. Dat was ook wel echt super leuk dat je al die hits hoort. En ze doen het ook gewoon super goed. Dus dat was ook wel leuk. En daarna had ik Rex gekeken. En nu had ik gewoon weer van RTL Crime de afleveringen. Dus dat is toch weer wat vertrouwder als ja, dat seizoen 8 waar ik het van de week over had. Ik heb nog niet alle foto's klaar met bewerken. Want het wilde allemaal niet zo lekker. Dus dat ga ik gewoon vanavond even verder doen in de reclames van de televisieprogramma's. En... Ja, wat heb ik vandaag voor planning? Ik wil even zometeen een wasje aanzetten. Ik ga zo even mijn kaartje legen. Dan ga ik ondertussen even stofzuigen en de was aanzetten. Ga ik even wat was opruimen. Daarna ga ik even met mijn bullet journal. Ik ga het vandaag niet te druk maken. Omdat ik ja, nu ook hier weer wat meer last van heb van die klieren. Vind ik het gewoon prettig om het niet te druk te hebben. Ik heb wel lipstick op. Ik zou wel lipstick zeggen, maar lipstick op. Alleen, ik heb nu de laatste dagen ook hele droge lippen. Dus ik blijf maar smeren met mijn lippenbalsem. Lippenbalsem is op dit moment een van mijn beste vrienden. Want het doet gewoon gigantisch zeer. Dit kleurtje zou bij deze nagellak passen. Nou, ik vind de nagellak donkerder als het kleurtje. Maar ik vind het op zich nog wel een leuk kleurtje. Dus, nou ja, goed. Ik heb wel net mijn nagel bijgewerkt, want die was beschadigd. Hij heeft niet echt zin om scherp te stellen, geloof ik. Ik moet trouwens ook nog wat foto's importeren van mijn nieuwe camera. Want die heb ik nog niet geïmporteerd gisteren. Maar dat kan van de week wel. Ik heb nu ook die camera in die tas gedaan. Die ik ervoor had. Dus dat staat ook allemaal netjes. En nu wil ik nog even kijken op AliExpress voor de screen protector. En het liefst ook een siliconenhoes voor de body. Want ik heb gezien dat ze die hebben.
Dus daar moet ik even naar kijken. Ik ga nu eventjes het kaartje legen en de stofzuiger aanslingeren. Om de boel hier netjes te maken. En dan een wasje aanzetten. En dan zal ik jullie er straks bij zitten als ik wat dingen ga doen. Mickey los, want de katten hebben net gegeten. Ik ben verder klaar. Ik heb alles weer netjes opgeruimd. Ik heb nu weer heel erg last van mijn oren ook, dus ik moet even uitkijken, niet te veel doen. Ik probeer niet te veel kou erop te krijgen in ieder geval. Er kwam een appje binnen in de groepsapp. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker chillen en verder niet zo heel veel meer doen. Straks eten. Ik heb net even broccoli gesneden en even douchen. Mijn oog doet ook zeer. Deze. Het voelt gewoon heel dikachtig allemaal. En vanavond kijk ik op 4 dat programma met die huizen. Ik weet even niet hoe het heet. En de soap van Nienke Plas. En Klee en Rex. En ik moet nog wat foto's verder bewerken. En ik moet een artikel schrijven. Dus dat wordt eigenlijk een beetje mijn avond. Niet heel bijzonder. Gewoon bezig, maar ik vind het ook wel lekker, even lekker rustig. Helemaal omdat ik me niet helemaal fit voel, is dat wel heel erg fijn. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan lekker even rustig gaan chillen. En ja, straks mijn dingetjes doen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 3 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb er al een ochtendje op zitten. Mijn vader die kwam namelijk, want we moesten even wat dingen doen. Ik heb in mijn slaapkamer van die lampen naast mijn kaptafel. En ik miste die heel erg om die te gebruiken. En die had ik al wel heel, toen ik hier net kwam wonen, heb ik ze gelijk opgehangen. Alleen ik had daar geen stopcontact. Daar moesten we dus iets op verzinnen. Nou, uiteindelijk was het heel simpel. Had ik al lang kunnen doen, maar ik heb het zelf niet bedacht. Dus ik zal even laten zien wat we nu hebben gedaan. Mijn vader die was gisteren bij de Action en die heeft een kabel van 5 meter gekocht. Die hangt dus nu hier zo. Ik kan het niet heel goed zien. Hij hangt gewoon hier, zeg maar. Die hebben op de verwarming rusten. De verwarming moet trouwens uit. Die heb ik nu nog aanstaan. Maar die moet uit, want ik vond het echt vies vannacht. Die hebben we hierachter helemaal zo neergelegd. Dus die ligt nu helemaal hier zo op de grond. En er zit hier gewoon een stekkerdoos aan. Als ik hem aandoe, hebben we weer licht. Hoe nice is dat? Ik ben er heel erg tevreden mee. Heel erg blij mee. Hij had ook de lens meegebracht. Dat is deze. De Tamron lens. En dit is dus een wat grotere lens. Ik zal hem even laten zien. Mijn vader heeft hem weer netjes ingepakt. Ik zal hem wel even in het plastic. Kijk, en dit is dus die wat grotere lens.
voor mijn camera. Want het is natuurlijk ideaal dat mijn vader ook die camera had. Ik moet met de tijd wel een keer een andere camera pas kopen. Want nu kan deze lens gewoon hier in het doosje blijven. Maar mijn, hoe het er nu bij zit. Kijk, het ziet er nu... Nou, hij staat nu dicht. Dat ik hem even opdraaien. Kijk, dit is nu de situatie. Hier zit de camera nu in. En ja, voor nu kan het prima. Maar ik heb hier gewoon mijn kleine lensje in zitten. Ik heb ook nog een afstandsbedieningetje. Om gewoon foto's mee te trekken. Dat is deze van Nikon. Gewoon eentje van AliExpress. Maar helemaal dik prima. Maar dan moet ik met de tijd... een grotere... tas komen, omdat ik ook heel graag een keer een flitser, een externe flitser wil. En het bovenstukje, want waar je de flitser op kunt aansluiten, daar hoort eigenlijk nog een dingetje bij te zitten. Die zit er niet bij. Nou, op mijn vader die misschien nog liggen. En anders kan ik die op AliExpress kopen, want daar heb ik ook het accessoires al geselecteerd. Ook bijvoorbeeld een zonnekapje voor mijn kleine lensje, want bij het grotere lensje zat hij erbij, maar bij het kleine lensje niet. Dus dat hebben we even gedaan. En daarna hebben we eventjes een oplossing gemaakt. Want ik krijg de scooter niet uit de schuur. Mijn schuur die heeft een verhoging. Het is gewoon super irritant. Het is echt een verhoging die je gewoon niet kunt gebruiken. Tenzij je heel veel kracht hebt. Kijk, mijn vader die is even een stukje steviger en een stukje langer dan mij. Die heeft gewoon wat meer kracht. Ik kreeg het niet voor elkaar. Dus nu hebben we... Ik kan het jullie helaas niet laten zien. Want ik heb er wel een foto van gemaakt. Maar mijn kenteken staat erop. En dat laat ik dan liever niet zien. Maar we hebben nu twee balken gemaakt. Die zijn schuin. Die hebben ze even op maat gezaagd in de bouwmarkt. En daar hebben we nu een plankje overheen gelegd. Zodat je een soort van... het is een soort oprij dingetje nu. Waardoor ik hem gewoon makkelijker in en uit kan krijgen. En we hebben eventjes wat verlaagd. Dat kan ik wel even laten zien. Want daar zie je verder niks van. Dit dingetje hebben we even laag gemaakt. Ik weet niet of die nu scherp stelt hoor. Nee, ik ben helemaal onscherp zie ik wel. En dit heeft mijn vader omlaag gemaakt. Dit stond heel erg hoog, maar dat heeft hij dus nu verlaagd. Want dat is heel erg leuk, zo'n perkje. Maar je hebt er geen fluit aan als je een scooter hebt. Dat is gewoon allemaal net te krap. Dus dat hebben we ook even gedaan. Dus daar hebben we druk mee geweest. Toen had ik nog een heel erg leuk pakketje in mijn brievenbus zitten van Happy Life. Super leuk. Die zal ik even laten zien wat hierin zat. Dat vond ik echt super lief. Dan ga ik even kijken op Instagram foto. Vandaag, want dat vind ik altijd wel leuk, want ik ben natuurlijk altijd heel dankbaar als pakketjes binnenkomen. Ik heb nu een beetje een trillend been. En ik heb mijn workout ook wel weer gehad, want ik moest steeds omhoog naar beneden. Die scooter een paar keer in en uit rijden, dat is toch 80 kilo, hè, wat je even omhoog moet chasen. En zodra mijn spieren een beetje overbelast worden, dan gaan ze trillen. Dan gaat mijn been trillen. Dus dat heb ik nu een beetje. Wat zat er in dit pakketje? Allereerst even een kaartje. Vind ik altijd heel erg leuk. Hier staat op... Hi Angela, veel plezier met deze producten van Catrice. En dan liefst van het team van Happy Life. Dus super lief. Er zat allereerst een heel erg mooi powderpalet in. En dat is het van dit palet van Romantic... Gardens. Dit is een Everyday Face and Cheek palette. Dat is deze. Die heb ik dus gekregen. Super tof. Oh, hij is wel gebroken alleen. Die moet ik even gaan maken. Kijk, hij is wel gebroken, maar dat kan met de post zijn gebeurd. Mijn spiegel is ook gebroken, zie ik. Dat is een beetje jammer. Ja, dat krijg je gewoon met de post. Maar die zat er dus in, wat ik heel erg lief vind. En ik had ook een nagellakje, een gold nagellakje. En dit is de 02 Fascinating Grace. En een mooie lipstick in de kleur 090. Dat is deze. Die is ook een beetje beschadigd door de post. Maar goed, het is gewoon super lief. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Het vond ik super leuk. Dus dat heb ik gekregen. En nu ga ik zo meteen mijn dingetjes doen. Het is nu 2:50. Dus ik ga de kattenbak zo even schoonmaken. De gang even doen. En de douche. En even mijn groenten afhalen. En dan ben ik rond voor vandaag. Maar ik zal eerst even een foto maken van deze spullen voor Instagram. En
dan ga ik jullie daar gewoon bij zetten. Want verder heb ik niet zo heel veel te vertellen. Ja, ik heb Sinterklaas cadeautje gehad, maar die mag ik donderdagavond pas uitpakken. Die ligt nu in de keuken. Die moet ik even opruimen, zodat de katten hem niet open gaan maken. Maar die moet ik eventjes gaan maken. Maar in ieder geval super leuk deze spulletjes. Dus ja, laten we maar even wat gaan doen. Zo, de katjes die zijn aan het eten. Ik heb ook allemaal dingetjes klaar. Ik heb wel mijn nagels een beetje beschadigd. Maar ja, dat zou je toch wel een beetje houden. Blijft toch niet heel lang netjes vaak. Al vind ik het wel super jammer, maar dat doe je niet zo heel veel aan. Ik heb alles klaar. Ik heb zelfs boven, nadat ik mijn bonen had afgehaald, nog eventjes de gereedschapsspullen helemaal netjes neergelegd. Daar ben ik ook wel tevreden over. Dan moet ik toch binnenkort weer even verder mee boven. Ook even dat die boodschappen weer allemaal netjes staan. Gewoon even lekker een overzichtje maken dat alles netjes staat. En dan kan ik misschien ook even een inventarislijst maken van wat heb ik nog staan. Dat ik niet elke keer dubbele boodschappen koop. Maar dat is wel even een klusje voor van de week of volgende week moet ik even kijken. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Nog even lekker relaxen en straks koken en... was even een bericht van nu dat er geen toestemming is gegeven voor vreugdevuren. En vanavond lekker televisie kijken. Ik kijk Paleis voor een Prikkie. Je hebt niet meer Home Alone, dus ik denk dat ik daarna Verslaafd kijk. Want dat neem ik even op. En ja, ik moet even kijken of ik die kan kijken. Want de laatste, gisteren lukte dat dus niet. Want de aflevering laadde niet op de computer of op de televisie. Hij gaf zwart beeld. Je hoorde wel gepraat, maar hij gaf zwart beeld. En op de iPad deed hij het wel. Dus dat was een beetje gek. Dus ik heb gisteravond Smeris gekeken daarom. En Rex. Ja, dat is het dan ook wel weer. Morgen moet ik ook weer vrij op tijd eruit. Want morgen heb ik weer om 11 uur een afspraak. Dus het wordt ook niet echt uitslapen. Nou ja, misschien is dit voor andere mensen de tijdstip die ik dan op moet wel uitslapen. Maar voor mij is dat totaal niet uitslapen. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning. Ik moet nog even foto's bewerken. Dus ik wil even alvast een stukje beginnen met de vloggen, met editen. Dus dat is het eigenlijk. Al met al toch nog best wel een druk weekje. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het gezicht, rondje van mijn gezicht drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf natuurlijk. En vergeet dan niet om dat belletje aan te doen. Want we hebben inmiddels 215 abonnees. Dus hoe leuk is dat? Super blij mee, dank jullie wel. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!